Hallo, mijn naam is Gerald Weeremas en vandaag gaan we een Merovingian knoop maken. Ook wel bekend als de Adeity knoop. Je komt hem vooral tegen in de Matrix the Movie. De maker hiervan is echt geniaal. We gaan meteen beginnen. Oké, ik heb de brede zijde aan mijn rechterkant, de dunne zijde links. Je gaat best veel stof verbruiken, dus je ontkomt er niet aan om een trui of een colbert te dragen. En je begint als volgt. Brede zijde aan de rechterkant, zoomzijde naar buiten toe. Ik ga rechts onder links. Vervolgens haal ik hem midden door. Ik maak een slag over het midden. En ik leg hem hierop. Als je goed hebt opgelet, dan is dit eigenlijk een pretknoop, maar dan met de zoomzijde naar buiten toe. Vanaf dit moment ga ik rechts achterlangs door, links over de knoop en krijg hier een lus waar ik de brede zijde doorhaal. En op deze manier krijg je de Merovingian knoop. Aantrekken. Vervolgens kun je hem nog een beetje strakker zetten. En zoals je ziet heb je de dunne zijde bovenop de brede zijde. Nou, en aangezien dat er dan op deze manier uitziet, stop je de boel weg onder een vest of een trui. Kraag omlaag. En heb je daarmee een hele briljante knoop. En daar heb je hem, de Merovingian knoop. Vond je dit een mooie knoop? Laat het me weten met een plus of een vind ik leuk. Abonneer je op mijn kanaal voor nog meer YouTube filmpjes over het knoop van stropdassen. En ik zie je graag bij een volgende knoop. Tot dan!